Kijk, je hebt je draaiboekje al klaar. Alles is klaar. Mooi. Nee, het is zo grappig om... Want ik heb toevallig mijn dochter... ja, papa, dit en dat, en zo. Dus die liet ik dat videootje toevallig nog dit weekend even zien. Van, zo ging het vroeger met de radio. Met de, toen de radio nog echt handwerk was. Ja. Nog echt werk. Ja, nog echt werk, ja. Dus dat is, die had dat gezien en... ben jij dat, pap? Ja, heel jong. Ja, ik was toch wel wat ouder toen, hoor. Dus, het is heel grappig om te zien ook de reactie. Het is echt zo zitten te kijken. Hoe werkt dat dan? Hoe doe je dat? Nou, die bandjes, dat weten ze helemaal niet. Nee, daar hebben ze geen idee van. Is de podcast VOO Studio 3. De podcast waarin de focus wordt gelegd op de publieke en begincommerciële tijd van Veronica. En dat alles rondom de Hitradio Veronica Replica Studio. Deze keer ontvang ik, Dennis van Bentum, één van destijds populairste DJ's van Veronica. Een kleine greep van de programma's die hij presenteerde. Mono, De Stemband, Countdown, ook Goedemorgen, Listen to the Music en als klapper... de top 40. Dames en heren... Erik de Zwart. Ja, wat een mooie entree. Alsjeblieft. Welkom in, of heb je liever deze? Erik de Zwart. Ik vind ze allebei goed. Welkom, Erik. Ik heb altijd geleerd dat als je je naam maar goed spelen, dan komt het wel in orde. Ja, precies. Nou, Erik, van harte welkom. Eigenlijk een beetje wederom in de Veronica Replica Studio, want je was al een keertje geweest. Samen met Jeroen Vrinkel. Ja. En er staat een mooie grote foto hier in de studio daarvan, van dat heugelijke moment. Ik had nog geen baard en nog geen bril. Dus dat was minstens 25 jaar geleden. Erik, hartelijk welkom. En we gaan een beetje hebben over... jouw tijd bij Veronica. Hoe lang heb je in totaal bij Veronica gewerkt? In totaal 10 jaar. Dus publieke Veronica? Ja, bij publieke Veronica. Ja, en een jaar of 6, 7 bij het commerciële. Juist, maar dat is later. Dat is later. Heel anders. Veronica. Precies, even terug naar... In 1980 heb ik ooit gesolliciteerd. Ik had een voorland bij een echte zeepiraat, bij Radio Caroline. Daar was ik terechtgekomen samen met Ruud Hendricks. En op een gegeven moment dacht ik van nou, nu wordt het tijd om eens een keertje serieus te gaan solliciteren. En ik had ook wat radioervaring, montageervaring, knip en plakken, dat soort dingen had ik opgedaan bij de ziekenomroep van het VU ziekenhuis in Amsterdam. Ja. En daardoor kon ik ook eigenlijk best wel goed mijn eigen sollicitatiebandje elkaar knippen. En ik had van vele collega's gehoord, die hadden complete programmabanden van 1 uur gestuurd. Ja, dat gaat natuurlijk nooit iemand afluisteren. Daar heeft een Lex Harding of iemand anders die de chef is van zo'n Hilversum 3-afdeling toen. Daar had ik toen al bedacht. Die hebben daar geen zin in en die hebben er geen tijd in. Nee. En bovendien is dat als je het goed knipt en plakt, dan kan je meteen laten zien van hé jongens, ik kan wat. Ik heb meer in mijn mars. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb een bandje geknipt en geplakt van, ik denk 3-4 minuten. Meer was het niet. Ja. En dat heb ik op een cassettebandje gezet of op gewoon een tapeje gestuurd. En dat heb ik naar 2 omroepen gestuurd. Ja. Naar de KRO, want wij waren van huis uit lid van de KRO. En naar Veronica, ik denk, ja, we kunnen het toch proberen. Ja, en uiteindelijk kwam ik helemaal in de molen bij de KRO. Ik moest zelfs bij de officiële omroepafdeling moest ik ook solliciteren. Bij mevrouw Martha Doyle. Maar je echt wel met 2 woorden moest spreken. En duidelijk articuleren. En dan had ik moeten zeggen, dit is de KRO via de zender Hilversum 2 in stereo. Nou, dat moest erbij. Dat zijn voor de gein. Maar sommige omroepen vroeger zeiden dat wel. Want je had een onderscheid tussen mono- en stereo-uitzendingen. Ja. Met stereo ging ook het lampje branden op je tuner. En als het vanuit mono kwam, dan kwam er ineens ook een bak ruis bij. Heel grappig. Op Hilversum 3 heb je heel lang mono-uitzendingen gehad. De eerste DJ-tafel van Hilversum 3 was een mono-tafel. Dus ja, dat kon niet eens anders. Dus daarna kwam pas de stereotafel ergens eind jaren, halverwege jaren 70 volgens mij. Ja, 75. Ja, 75. Uit mijn hoofd. En ik had van alles zeker, ook naar Lex Harding had ik een tapeje gestuurd. En dat was ook weer een samenloop van omstandigheden. Via die ziekenomroep, daar werkte Wim van Putten ook. Wim die ging werken bij Veronica, die deed op zondagmorgen het klassieke programma
van Veronica op Hilversum 4. Dat idiote uurtje van 8 tot 9. Ja. En Wim die zei van, Erik, binnenkort ga ik naar de NCRV. Zou jij dat over willen nemen? Want ik denk dat jij wel bij Veronica wil werken. Ik zeg, dat heb je goed gezien, Wim. En dus toen had ik eigenlijk ook al een circuitje, een lijntje lopen richting Hans Mond. Die was van de afdeling Ernstige Muziek bij Veronica. Ernstig, ja. En dus die had Erik de Zwart. Had ik keurig onder mijn eigen naam als Erik de Zwart had ik gesolliciteerd. En het bandje van Paul de Wit, want dat was mijn piratennaam. Dat had ik naar Lex Harding gestuurd. Dus die was er een vergadering. En toen zei van, Alex, we hebben wel iemand gevonden die kan even invallen. En dat is een Paul de Wit. Daar is het Hans Mond. En ik heb een Erik de Zwart. En toen duurde het toch eventjes voordat ze in de gaten hadden dat het een en dezelfde gozer was. Ja, precies. En toen was ik eigenlijk, toen moest ik op een gesprek komen. En ik weet nog wat ik 's morgens vroeg om 9:00 meteen na het programma van Henk Bouwman. Dat was de chef van Hilversum 3 bij de KRO. De man die om 8:00 's morgens een jingle had. Beer, 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 beer. Oh. En dat was het teken voor de kantine dat ze een biertje moesten brengen. Naar hem toe in de studio. Ja, zeker, zeker. 8:00 's morgens, hè? Geweldig, ja. Die zei, het is goed. Je bent aangenomen bij de KRO, wat mij betreft. En toen had ik om 2:30 's middags een afspraak met Lex. Dezelfde dag. Hij zei, ja, ik heb geen baan voor je, want we zijn een kleine omroep. We zijn C. Ik heb helemaal geen werk eigenlijk voor je. Ik zei, wat doe ik hier dan? Ik zei, ik heb vanmorgen een baan aangeboden gekregen bij de KRO. Ik wil niet dat je bij de KRO gaat werken. Toen zei ik, dan moet je me een baan geven. Nou, en dat is gebeurd. En dat is gebeurd. En dat was de binnenkomst bij Veronica. Ja. Even terug, hè, want je hebt natuurlijk op een gegeven moment ergens is het zaadje geplant van, ik wil bij de radio. Kun je dat nog herinneren? Ja, dat was in de tijd van de zeezenders. Ik was 15, denk ik, 14, 15, toen ik een beetje naar de radio begon te luisteren. En ik wilde ook zelf disjockey worden met feestjes en partijen. Waar ik al een beetje mee begon. Ik geloof dat ik 14 was dat ik mijn eerste drive-in showtje deed in Amsterdam en omgeving. En dan ga je naar die radio luisteren en dan hoor je Veronica natuurlijk. Van jongs af aan ben ik daarmee opgegroeid. We luisteren altijd iedere avond naar de jukebox van Stan Haag. Ja. En Alex Harding, die was natuurlijk een held. Dat was een jongen, die was een jonge gozer die draaide altijd stoere muziek en een beetje aparte muziek en zo. En Tineke was natuurlijk ook al toen een standbeeld, echt gewoon. Er was natuurlijk al gewoon iemand die stond voor een generatie. Veelzijdig. En toen kwam Radio Noordzee in 1971 erbij. En ik werd wel een grote fan van Noordzee. Ferry Maat vooral. Die was natuurlijk ontzettend goed toen al in zijn timing. En op zondagmiddag had hij de Soul Show. De Soul Show. En dan had je 's middags tussen 4 en 6 had je 3-master met Leo van der Goot. Kijk. En dat was natuurlijk ook een held. Ja. Dus ik was langzaam maar zeker was ik wel een beetje verknocht geraakt aan die radio. En je had, gelukkig misschien, geen internet. Dus je had ook geen idee hoe die mannen eruit zagen. En toen op een gegeven moment kwam er zo'n boek uit van Radio Noordzee. En ik volgde dan Veronica natuurlijk ook wel een beetje. Die hadden dat magazine. Had ik meteen al abonnement opgenomen. Dat vond ik hartstikke stoer om dat te hebben. Het oude Veronica-blad. Ja, precies. Toen nog tijdens de zeezendertijd. Ja. Daar kwam het allemaal uit voort eigenlijk. Ja. En toen zag ik hoe die mannen eruit zagen in het echt. Hey. Wat een lille. The perfect faces for radio. Leo van der Goot met zo'n baard. Ja. En Ferry Maat ook met zo'n baardje en lange manen. En Lex Harding met zo'n walrussnor en zo. Dit en dat. Ja, fantastisch. Piraten. Ja, zo zagen ze eruit. Zullen we even een stukje luisteren van Lex? Ja. Van leuk. De zeezender? Ja. Veronica! Nog 118 uur. 1, 2. 1, 2. Ja, sorry dames en heren. Wat is dit? Komt er toch niet op. Hij doet het toch weer? Nu? Hey. Moet hij even warm worden? Dames en heren, sorry. Dames en heren hier, dames en heren thuis. Er komt iemand aan met een schemerlamp. Die wilde die ergens inprikken. Maar ik denk dat dat het stopcontact was waar de hele installatie ingeprikt zat. Vandaar dat we net uitvielen. Terwijl we net zo serieus bezig waren. Maar dan hebben we in ieder geval licht. Jij was bezig met het epistel van de heer Van Doren. Ja. Een oude foto is dat trouwens. Je hebt een gaatje in zijn hoofd getekend, hè? Och ja, een kleine schietschijf. Goed. Ga maar verder. Wat wij willen is groeien naar een meer en open en ontspannen samenleving. Wij willen meer aandacht voor achtergebleven groepen. Wij willen wel een betere plaats voor de kunst en de kunstenaar in onze samenleving. Omdat wij van mening zijn dat juist geen luxe, maar een pure noodzaak is om als mens en niet als consumptiedier in leven te blijven. Dat duidelijk te laten worden is de opdracht. Ik hoop dat jullie ook meedoen. De mens kan niet bij brood alleen, hoe belangrijk ook, leven. Onze welvaart moet ook in welzijn ontaarden.
Daarvoor zullen wij met z'n allen moeten knokken. Doen jullie mee? Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Minister H.W. van Doorn. Je bent hier duidelijk. Je bent hier met dat ding naartoe gekomen. Je hebt een paar stukjes onderstreept. Je hebt er waarschijnlijk commentaar op, hè? Vertel dat maar. Ja, nou, ik vind de grote huichelarij. En zo was het ook, hè? En zo was het ook, inderdaad. Dit was een fragment van uit de laatste week van Veronica. Als je wel een top 10 met Lex. Het werd volgens mij in de tuin opgenomen. Zo te horen wel, ja. Met publiek erbij en zo. Allemaal wel gezellig. Ik heb één keer in mijn leven gedemonstreerd. En dat was op 18 april 1973 voor Veronica en Radio Noordzee. Ik vond dat een ongelofelijke inbreuk op mijn persoonlijke vrijheid. En ik vind dat onze regering, trouwens nu de laatste tijd ook weer, continu eigenlijk inbreuken op mijn persoonlijke vrijheid pleegt. Die ik niet acceptabel vind. Nee, precies. Maar goed, in die tijd, hoe ging die demonstratie? Hoe was dat? Het was 1973, ik was 16 jaar, nog net geen 16. Ging met een paar vrienden met de trein, natuurlijk. met zijn hondenkop gingen we naar Den Haag. En dan liepen we mee eigenlijk in die stoet door het gebouw van de Tweede Kamer heen, door over het Binnenhof. En daarna eindigde dat natuurlijk op het Malieveld, want daar gingen allerlei groepen optreden. Dat was natuurlijk de icing on the cake. Het was natuurlijk hartstikke leuk dat gebeurde. Maar ik was al vaker naar wat popfestivals geweest in die tijd. Dus dat was een opkomen. Dat was ontzettend leuk om dat mee te maken. En dat sfeertje was gewoon helemaal goed te gebeuren. Helemaal niks. Er is later altijd een beetje neerbuigend over gedaan dat er niet zoveel mensen waren. Maar ik denk dat er toch echt wel gewoon 200.000 man daar rondliepen. En allemaal jonge mensen die gewoon wilden dat Veronica bleef. Want laten we wel wezen, we werden daarna veroordeeld tot Hilversum 3. Op maandag was het AVRO Wasdag. Dinsdag was het de VARA, altijd stakingen en ander gelul. Ja. Woensdag de KRO. Ja, als ik er was gaan werken, was het misschien wat geworden. De tros donderdag, die moest ook nog in leven gebracht worden. En op vrijdag was het helemaal een ratje toe in 1974, 75. Met eerst de EO, met een muzikale fruitmand. Daarna nog een stukje NCRV. En dan vrijdagmiddag de daverende 30 met Felix Murders. Nee, dat was natuurlijk een drama, dat Hilversum 3. Dat was natuurlijk waardeloos. En in één klap waren wij veroordeeld als jeugd tot verplicht daarna te luisteren. Dus een beetje, ik op zich, als liefhebber van commerciële radio, ben ik natuurlijk voor het Noord-Koreaanse model. Dat begrijp ik wel. Even uitleggen, wat is het Noord-Koreaanse model? In ieder huis in Noord-Korea zit een speakertje in de keuken. Ja. En daar zit een knopje naast om het volume te regelen. Je kan dat harder zetten en je kan het zachter zetten, maar nooit uit. Nee? Nee. Wauw. Dus de grote leider is altijd te horen als het moet daar. Dat is natuurlijk een fantastisch concept. Maar als een westers land zoals Nederland, een democratisch land als Nederland, ineens besluit om te zeggen iets wat je jarenlang gedoogd hebt, en dat er dan de stekker eruit getrokken wordt. En je verandert het ook niet, je innoveert niet. Je hebt wel een grote mond over andere landen. Nou, dan moet je doodschamen. Ja. Als politiek, als ambtenarij. En waar gaat het allemaal om natuurlijk in Nederland? Het is de invloed van de politiek op de omroepen. Zodat zij voor kunnen schrijven. We zitten nu eigenlijk midden weer in zo'n tijd waarin, ja, ik ben geen Trump-liefhebber hoor. Nee. Maar ik vind wel de manier waarop de mass media op dit moment aan de leiband lopen van de overheid, vind ik echt gewoon niet kunnen. Nee. Jongens, laat eens je eigen geluid horen. Hou eens op met papegaaien. Stuur zelf weer eens eventjes verslaggevers op pad om dingen uit te zoeken. Precies. En kwaak elkaar niet zomaar. Nou, het is de Telegraaf, het is nu.nl, het is het AD, het is de NOS. Ze doen het allemaal. En dat vind ik doodzonde. We moeten dat de NOS de overheid nakwaakt, dat begrijp ik nog wel. Want wiens brood men eet, mentaal spreekt. Ja, precies. Nee, inderdaad. Meer variatie, zeg maar. Meer, ook dat. Nou, dat was ook destijds mijn motivatie om bij de radio te gaan. Ik dacht, dat moet toch een keertje anders kunnen. En Veronica werd uiteindelijk toch gewoon een omroep. Dat vond ik echt fantastisch. En velen met mij. En uiteindelijk zou het de allergrootste omroep van Nederland worden. Nou, hoe beter kan je die ambtenaren in de mond poepen dan zo? Inderdaad, zo. Dus ja. Dat was altijd mooi. En ik had altijd zoiets van, nou, dat is een tussenstation. En daar wil ik gewoon bij horen. En dat is ook allemaal uitgekomen, gelukkig. Gelukkig. Nou, je had dus gesolliciteerd, Veronica. Wat weet je nog van je eerste dag dat je binnenkwam? Nou, dat was volgens mij een nachtuitzending. En ik weet wel dat ik daar een beetje rondliep. En toen was Lex, die deed de top 40 op vrijdagmiddag. En toen moest ik s'nachts voor het eerst op de radio. En toen zei hij, wat voor naam ga je eigenlijk gebruiken op de radio? Ik zeg, ik kan Paul de Wit doen. Daar heb ik de jingeltjes van. Ik zeg, maar ik kan ook Erik de Zwart doen.
Erik de Zwart, dat klinkt toch gewoon goed? Dan doe je dat. Ja. Nou, dus dat werd zo op vrijdagmiddag tijdens de top 40 besloten. En s'nachts om volgens mij 4:30 mocht ik met trillende vingertjes mijn eerste keer een Veronica-jingle starten. Ik weet niet of het de eerste keer is, maar dit is een fragmentje uit een van die nachtuitzendingen. Een uitstekende opname, The Romantic Standard and What I Like About You. Straks heb ik nog wat te vertellen over het programma van Bart van Leeuwen, maar eerst nog even terug in de tijd, naar 1966. Manfred Mann en Doo-Wah-Dee-Dee. There she was, just walking down the street. Jaartalvermelding was niet helemaal juist. Small Faces ook niet. Manfred Mann was het. Uit 1964. En Doo-Wah-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee. En dat blijkt alweer vannacht. Bart van Leeuwen tussen 6:30 en 7:00. En die gaat uw groetjes overbrengen. Althans, dan moet u ze wel eventjes doorbellen. Het telefoonnummer van Veronica is 035-75-5959. Dat is 035-75-59. U kunt geen plaatjes aanvragen, maar u kunt wel de groeten doen. En dat wordt dan hier opgeschreven. En dan zal er uitgebreid aandacht aan besteed worden tussen 6:30 en 7:00 bij Bart van Leeuwen. Nog een opname uit de Nederlandse top 40 die een week of twee geleden daarin binnengekomen is. Een fraai duet van Terry DeSario, zo heet de zangeres, en Casey van Casey and the Sunshine Band. En Yes, I'm Ready. I don't even... Uit Engeland komt dit kleine groepje, de Beat heet het. Ze maken een beetje reggae-achtige muziek. Hands Off, She's Mine. Dat doet me weer denken aan die romantische sferen waar we er straks in zaten. Ah, daar is die. De schuif dicht doen, want anders verzuipt het allemaal een beetje. Dat is ook niet de bedoeling. Julia, Arend, bedankt. De muziek is het huisgrip natuurlijk. Ja. Erik de Zwart. Kas van Iersel. Ja? Was dat, ja. Kijk, even had ik een vraag over. Somebody van de Freddy and the Dreamers toestand uit het begin van de jaren 60, 1962. Dikkie zenuwachtig zo te horen. The ja. Mercy and the Beat. Goedemiddag, goedemorgen. Ik heb er een heel volgens. En hier is de laatste van Rupert Holmes. Oh nee, Rupert Holmes. Was dit de eerste of... Nou, dit was wel een van de eerste keren, denk ik. Bloeds en bloedzenuwachtig. Ik hoor dat gewoon van ja? Aan mijn stemmetje. Een beetje zo, een beetje opgezitten en zo. Ja. Nou, het is ook 40 jaar geleden dit. Ja, 42 jaar geleden. 1980, denk ik. 81. Ja, precies. Man. Ja, kun je... ik heb een beetje gerookt sindsdien. En wel wat gedronken. Dus dat maakt je stem wel iets lager. Ja, precies. Nou, dat maakt niet uit. Dat is ook wel een beetje... Oh, wat kan ik laag. Zo even het laagknopje erbij. Ja, precies. Ja, dus, maar je werd dus gelijk, zat je in de Hilversum 3-studio? Of zat je nog eerst in het kantoor van Veronica? Je had twee Hilversum 3-DJ-tafels eigenlijk. Twee DJ-tafels. Er was er eentje, die stond echt in de Hilversum 3-studio. Dat was ECK3, Eindcontrolekamer 3. En daar stond hij in een aparte, in de spreekcel eigenlijk. Van die, daar stond hij. Want er zat ook wel eens een keer een omroeper van dienst die daar alleen maar de microfoon aan mocht drukken. En dan moest zeggen, dit is de evangelische omroep op Hilversum 3. En nu komt de muzikale fruitmand, die dan ingestart werd vanaf een band. Dus zo werd het ook gebruikt. Ja? Maar je had in de gang, waar later de Hilversum 3-studio... de Radio 3-studio is teruggekomen. Met al die kleurtjes. Jukeboxdeuren. Ja, met die jukeboxdeuren. Ja. Daar had je ECK 2. Of ECK 1 was dat volgens mij. Nou, dat doet niet ter zake. Maar had je in ieder geval ook twee studio's naast elkaar... die of voor Hilversum 4 of voor Hilversum 1 en 2 werden gebruikt, afwisselend. En de Hilversum 1-studio... Dat was een hele kleine spreekcel. En er stond ook weer zo'n DJ-tafel. Dus dan kon er ook iemand gewoon zitten. Nou, als ik daar met Kees Schilperoort zat s'nachts... dan zat Kees aan zo'n keurig tafeltje, sorry, tafeltje. Ja? En ik zat achter die disjockeytafel. En dat was, daar ben ik begonnen. Dat waren mijn eerste uitzendingen. In die studio, ja. En dan op vrijdag overdag zat ik de studio ernaast. Zat ik achter zo'n keurig deskje. Zag ik, dit is muziek voor miljoenen voor Hilversum 4. Voor Hilversum 4. Ja, precies. Maar was in hetzelfde, was het gewoon in het audiocentrum? Of ja, het was allemaal audiocentrum. Dus ja. Het muziekpaviljoen. Precies. Maar moest je niet de eerste dag melden op kantoor? Want waar zat Veronica? Toen ik kwam werken bij Veronica, zat het op... dat was bij de Utrechtse weg daar. Hoe heette dat ook alweer? Larikslaan? Ja, de Larikslaan. Daar. Ja. Daar moest ik naartoe, ja. Ja. Daar had ik mijn eerste kennismakingsgesprek met Lex Harding... in zijn heel kleine kantoortje. Dat van Rob Outers daarnaast. Die had een hele grote vergadertafel erin staan. En dan had je een deur verder. Daar zaten de dames tussen de secretaresses. Marijke en... Oh, hoe heet ze?
met een A. Nou ja, whatever. Niet Annette. Die meiden. Nee, Annette niet. Want de radio zat op de derde verdieping van dat pand. Oké. Maar dat was een afdeling, maar jullie hadden geen studio's daar? Of nee, niks. Gewoon... Zelfs geen Wimpy, WPM. Die hadden een werkruimteprogramma-medewerkers. Ja. Waar je alleen maar bandjes kon afluisteren en een plaatje kon opzetten. Maar waar je vooral geen radio-uitzending kon maken. Geen radio-uitzending, nee. En met zo'n klote mengpaneeltje met van twee verschillende schuifjes voor links en rechts. Wat al helemaal niet handig werkte. Oh ja, die heb ik gezien. Ja, ja, dat klopt. Dat noemen we Wimpy'tjes. Wimpy was dat. Wimpy noemen we dat, WPM. Wimpy, ja. Ja. Die tafel ook, ja, inderdaad. Nou, dit was dus in het. Dit was Hilversum 1, neem ik aan. Wat we net fragment wat dat we hoorden. Dat denk ik wel, ja. En daar heb je uiteraard ook jingletjes voor ingesproken. Voor, dit was de afsluiter van Hilversum 1. Hele goede feel, dit. Ja. Echt helemaal ook uit die tijd. Ja. Dit was Veronica op Hilversum 1. Met Annette van Tricht, Hans Mond, Bart van Leeuwen, Ad Bouwman en Jan Morjen. Radio Veronica is er weer aanstaande vrijdag op Hilversum 4, 3 en 2. Bedankt voor het luisteren. Dit is die tijd, ja. Ja, precies. Dit was Veronica. Oh, tot ziens, ja. Tada. Ook zo raar. Dat programma van Annette van Tricht, Kletskop, dat hield toen op om 11:15. Ja. Wat dus kwam erna dan? Ja, daar kwam de NCRV volgens mij ook meteen. Ach, ook meteen zo'n andere toon en zo'n verschrikkelijk. Echt gewoon dat we dat allemaal... We kregen dat allemaal door ons strot geduwd. Maar het mooie was wel dat Veronica zorgde er wel voor met die uitzendingen op Radio 2. Toen Hilversum 1. Dat vrijdag op dinsdagnacht 1 miljoen mensen hun wekkerradio anders instelden. Wauw. Dus die wilde niet meer naar Hilversum 3 luisteren, die wilde per se Veronica horen. En om 11:15 ging iedereen weer terug naar Hilversum 3. En zo was het echt. De enige reden waarom Rond Flon Flon zo'n populair programma is geworden, vanwege de gekkigheid natuurlijk van Wim Peschimmers. Ja. Maar dat was niet vanwege die gekkigheid, maar alleen vanwege het feit dat Veronica om 5:00 op Hilversum 1 toen stopte met uitzenden. Ja. En pas Frits Spits leuk werd weer om 6:00 op Hilversum 3. Dus om 5:00 schakelde heel Nederland. Er was meteen om 5:00 kwam ook weer de EO of zo, geloof ik, ook meteen achter ons aan met een zwaar programma met echt gewoon dat je denkt van uit die handel. en dat was precies het uurtje van Ron Flon Flon. En daarom is hij zo populair geworden. Fantastisch, hè? Gewoon, dat is echt... Nou ja, hetzelfde als Noord-Koreaanse radio. Ja, verplicht daarna moeten luisteren, ja. Inderdaad. En kun je eens beschrijven hoe een week eruit zag, bijvoorbeeld, in 1982? Dus maandag... Ja, je begint gewoon maandag. Want je had natuurlijk maar heel weinig zendtijd. Heel weinig zendtijd. Ik heb me nooit verveeld, want we hielden ons altijd wel bezig. Maar er is één ding. Vanaf het moment dat ik bij Veronica kwam werken... hing Frans van de Drift ook meteen aan de telefoon... of ik bij de Veronica Drive-In Show wilde komen. Want dat vond ik natuurlijk ook wel leuk. Want ik had allemaal zelf drive-in-shows gedaan. En ik ging daar in één klap 250 gulden per klus verdienen. Nou, dat was meteen een opsteker. En ik weet nog precies dat ik kreeg een brief. Echt gewoon nog een brief. Met mijn schema voor de eerste maand dat ik voor Veronica werkte. Dat waren niet één, nee, dat waren drie kantjes. Met optredens. Ik stond ieder weekend 4 keer. Was ik ingedeeld. Wauw. Minimaal 4 keer. Dus, en dat is echt zo jaren doorgegaan. Tot de eind jaren 80 eigenlijk wel. Begin jaren 90 ook nog wel. Zo. Ik heb echt Nederland 23 keer gezien, hoor. Echt serieus veel kilometers gemaakt. Dus ik was altijd op vrijdagavond rijd ik ergens wel. Op zaterdagavond sowieso, vaste prik. Zondagmiddag vaak ook nog, zondagavond ook. En dan had ik maandag wel een beetje om uit te slapen. Dinsdag spotjes maken. Was vaak de uitzending voorbereiden voor woensdag. Nou, dan moest ik een spotje maken. Of ik was eventjes op het Lapers... op de Larikslaan. Ja, was Bart die was er altijd aan het voorbereiden. Of Annette die had weer wat of wat dan ook. Dan was ik altijd... Ging ik wel naar die uitzendingen. Als ik er niet was, dan was ik wel op kantoor ergens. Donderdag was voor mij een belangrijkere dag. Want dan moest ik altijd de radiorebus maken. Het popjournaal voorbereiden. Dat deed Annette toen nog. Maar in het begin, ja, dan help je elkaar ook nog wel een beetje. Ja. En op vrijdag, dan was de uitzending. Dan begonnen de uitzendingen. Dan was het om 11:00 Hilversum 4. Dan was ik eigenlijk het eerste in het muziekpaviljoen van iedereen. En dan om 1:00 kwam de rest een beetje binnen druppelen. Om 2:00 kwam Bart van Leeuwen met de tipparade. Annette die had dan ergens in een van die studio's het popjournaal gemonteerd. En om 15:30 begon Lex met de top 40. Ja. En om 17:05 zaten we in de Kei of in de jonge Graaf van Buren. Zaten we het weekend in te leiden met een satéetje en een biertje. Ja, en daarna snel door naar de drive-in shows. En dan weer snel door naar de drive-in shows. Ja. Je noemde het net al, je hebt heel veel spotjes ook in die tijd opgenomen. Ledenwerf, noem alles op. Ja. Commercials. Precies. Echt veel. Ik heb hier een paar voorbeelden. Je voelt
voelt je jong en je wil ook wel eens wat. Je bent zelfstandig en bepaalt zelf wat je doet. Je leidt je eigen leven, kiest je eigen vrienden en dus kies je voor Veronica, de jongste omroep. En als je voor Veronica kiest, kies je voor een mooi dik programmablad voor een super slank prijsje. Alle nummers tot 1 januari 1981 kosten nu 15 piek. Veronica, beter in de ether. Bel nu 035 284 3x6. 035 49 147. 020 804 804. Ja, prachtig. Volgens mij was dit nog een demootje, hoor. Toen mocht ik het meteen van Lex overnemen. Ja, ik mocht het meteen overnemen. Of was een demo? Dit komt uit je eigen archief namelijk. Ja, volgens mij was dat. En Jan Morien die schreef altijd die teksten. Ik heb vorige week nog even gegolfd met Jan. Oh, leuk. Het gaat goed met hem. Mooi. En die schreef al die teksten van... Joet, zit je goed. En voor een tientje heb je een vriendje. Word nu lid. En Veronica doet het. Veronica doet het. Kom naar je toe. Want ook deze zomer kom je Veronica weer overal tegen. Op radio en televisie, op het strand, op de weg, bij je favoriete sport. Veronica doet het! Als jij daarbij wil zijn, word dan nu lid. En voor maar 25 gulden krijg je dat dikke programmablad tot 1 januari 1982. Doe mee en bel ons nu 035 284 3x6. 035 284 666. Ja. Ik hoor de hand van Ad Bouwman. Nog even snel eventjes dat schuifje omhoog gooien. Even die limit erin. Ja. Dit zijn wel echt studio-opnames. Dit was Stichting de Nederlandse Top 40 studio. Met Karel van der Woert ook, die runde dat. Dat was een studiootje bij de Stichting Nederlandse Top 40 op de Oude Engweg. En daar namen we vaak dit soort dingetjes op. Juist. Omdat daar hadden we tenminste een Neve limiter. Dat klonk lekker. Klonk even wat lekkerder. En als het dan uiteindelijk door die molen van Hilversum 3 heen ging... klonk het een beetje fatsoenlijk. En, maar dit was natuurlijk fantastisch, ja. Deze tijd. Dit was nog nooit vertoond. Nee. En dan hadden we natuurlijk dat spotje, dat was dan op de radio natuurlijk. Ieder uur draaiden we dat. En op televisie zat het ook bijna tussen ieder programma wat Veronica had. En natuurlijk altijd met een beetje, ja, toch wel leuke beelden. Jonge meiden, vooral dat promotieteam erbij natuurlijk. Ja, het was gewoon een gouden tijd. En jullie hadden het nodig, die promotie, want jullie waren toen nog C-omroep? Toen ik begon waren we C-omroep. Ja. En toen werden we ook weer natuurlijk weer voor de B-omroep werden we afgewezen. Zo is Veronica ook voor de A-omroep afgewezen. Ik heb het allemaal meegemaakt. 538 werd de eerste keer ook afgewezen voor etenfrequenties, voor FM-frequenties. En we hebben het iedere keer bij de rechter moeten halen. Ja. Wat weet je dan ervan, zeg maar, als je de tijd dat je van C naar B ging, dat uiteindelijk, want hoe leefde dat binnen Veronica? Ja, natuurlijk, we wilden winnen. Ja. Wij waren natuurlijk allemaal winnaars en we wilden ook gewoon winnen. Kijk, we hadden zoveel zendtijd dat uiteindelijk toen we C-omroep waren, toen kwam ik best wel vaak bij Bart van Leeuwen over de vloer. Die woonde toen in Hilversum in een mooi statig huis. Top. En die had eigenlijk de zolderverdieping, deed hij niks mee. Ik zei, nou, moet je eigenlijk een studiootje beginnen, waarom niet? Nou, hij heeft toevallig de foto's daarvan gevonden. Ja, ik heb het gezien op Facebook. Die heeft hij op Facebook heeft hij gepost. En dan zie je geweldig. Dus dat hij en zijn toenmalige vriend Tom... en ik en de vader van Tom... met z'n vieren hebben we die studio helemaal gebouwd. En toen kwam Pieter de Maver... die moest aan de mengtafel aansluiten. En er stonden van die Spotmaster draaitafels. Die had ik nog over van mijn drive-in show. Ja. We hadden een paar Rayfox hadden we daar staan. Twee nieuwe Spotmaster jingle machines. Fantastisch, helemaal goed. En daar namen we programma's op als een soort ziekomroep voor de soldaten... De militairen die in Duitsland gelegerd waren. En daar hadden we een leuke naam voor. Radio is je beste vriend. Hey. Want zo vonden we het ook. Leo van der Goot was er altijd bij betrokken. Lex die kwam ook langs. Fitz Spitz heeft zelfs een keertje daar een programma op. Prachtig. Ja. Dus dat was. En Paul van der Lucht. Nee, dat was altijd. Dat was helemaal mooi. Ja, en we waren natuurlijk altijd bezig. We wilden meer zendtijd, zodat we vaker konden uitzenden. Ja, en ja, dus dat studiootje was even dan een uitvlucht. Programma's te doen. En toen we uiteindelijk natuurlijk meer zendtijd kregen, werd dat. Nou, toen hebben we het studiootje ontmanteld. Hebben we alles verkocht. En prima. Weer door met wat andere dingetjes en zo. Ja. Nee, we waren daar echt heel, heel actief mee. Want ja, het was ook een manier om wraak te nemen natuurlijk op die regering van Doornen. Ja, precies. Als je van C naar B, zeg maar... Het was een groot feest. Ja. Het was op een gegeven moment, er wist niemand meer wat hij moest zeggen, geloof ik. Er waren de twee, Leonie Sazias en Marijke. Die waren de omroepsters. En de een die stond op het Lapersveld, of op de Laringslaan. En de andere op het nieuwe pand wat we toen gingen betrekken, op de Vaartweg.
En die stonden op een gegeven moment van, nou, hier gebeurt niet veel meer. Terug naar jou, terug naar jou. Dat was een soort pingpong op televisie werd dat. En iedereen zo lam als een kanarie, Piet. Echt niet normaal. Dus het was een feestavond op televisie. Ja, dat was het live. Dat was live ook allemaal te zien. Met allemaal van, er werden wel programma's ingestart, maar tussendoor van die dingetjes. Ja, ondertussen was iedereen natuurlijk gewoon aan het zuipen en doen. Dat kon allemaal nog. In de jaren 80 kon dat gewoon nog. Ik weet dat Jeroen Soer, die was daar ook bij. Die werkte bij de VARA, maar die draaide ook af en toe bij de Veronica Drive-In Show. En die was zo lam als een kanarie. Gewoon toch in de auto gaan zitten, naar Amsterdam teruggereden, woonde hij. En op een gegeven moment hoorde hij tegen zijn raam. Ja. Schrok hij wakker, zag hij dat er een politieagent stond. Hij meteen de auto uit met zijn portefeuille. Liet hij natuurlijk vallen, die portefeuille. Sorry, dit en dat. En dan raapte op. Hij zit, vroeg ons alleen af of u verder wel in orde was. Want het is al 3 keer groen geweest. Nou, toen zag ze dat hij te veel gezopen had. Ze zegt, zal ik de auto even terugrijden? Maar gaat u maar op de pasjes in de stoel zitten. Zo kan het ook. Zo kan het ook in die tijd. Ja. Nou, goed, het grote feest. En daarna moesten we natuurlijk gewoon weer aan de bak. En wat veranderde voor jou toen Veronica B. Omroep was? Toen kregen we zendtijd op Hilversum 3 vanaf 12:00 middags. En dat ging dan door tot 12:00 s'nachts met alleen de onderbreking van Frits Spits tussen 6 en 7. En Lex wilde toch ook een beetje een voorbode maken met, ik wilde natuurlijk gewoon hits draaien overdag. Nee, je moest toch een beetje het gouden oude programma doen. En ik deed dat mono, deed ik al op Hilversum 2. Ah. En samen met Ad Bouwman en Tom Blomberg, de dikke Blomberg, die schreef de teksten allemaal, die zocht alles uit. En toen zijn we, toen hebben we als eerste programmering, toen op die vrijdag werd om van 12 tot 1 was mono. Van 1 tot 3 was dan de tipparade. Van 3 tot 6 de top 40. En dan ergens midden in de top 40 kwam het popjournaal. Juist. En dan was 's avonds, had ik 1,5 uur, van 7 tot 8:30. En dan kwam Bart Verleeuwen, die had van 8:30 tot 10. 10. En daarna kwam Counting Café. Met Kees Baars en toen nog Alfred Lagarde, denk ik. Of met Annette, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk dat Alfred erop toen bij kwam. Maar in ieder geval, doordat wij om 8:30 een soort van wisseling van de wacht hadden, Bart en ik. Ja, gingen we een beetje met elkaar lullen en dat deden we op woensdagmorgen ook al. En daardoor is eigenlijk een beetje dat idee ontstaan van duo-presentatie. Dat was ook wel met het uurtje tussen 8 en 9. En dat heette Bart en de Zwart. Zwart. Ja. Ja. Even terug naar Mono. Ik heb nog een promotje daarvan. Aanstaande vrijdag om 12:00 middags op Hilversum 3 is er weer een nieuwe aflevering van Mono. In de rubriek De Maand van de Week gaan we dit keer terug naar april 1975 en je hoort deze hits. Deze plaat en nog veel meer gouden ouwe aanstaande vrijdag om 12:00 op Hilversum 3 in Mono. Dus dit was al Hilversum 3. Hey, we hebben een strakke montage. Heel goed. Al die dingen zie je allemaal gewoon, ja, perfect. Jij dus, gemaakt. Is wel grappig, ik zit rond de kerst zit ik in een mooi programma bij RTL. En dan zit ik met de dochter van een van de NOB-technici waar ik vroeger altijd mee gewerkt heb. Die dochter die kan zingen, heel mooi zingen. En Sjoerd van den Broek, haar vader, die was een van de mannen die meehielp altijd iedere week om dit soort spotjes te maken. Kijk, mooi. Het is eventjes een eerbetoon aan al die mannen van het NOB die voor ons monteerden. We hadden een goed ploegje. Sjoerd van den Broek zit in aflevering 1. Wil je weten wie dat is? Kijk, aflevering 1 van de podcast VO Studio 3. Ja. Zijn dochter Kerstie doet het hartstikke goed. Ja, die doet het heel goed. Ja, ja absoluut. Ja, nou, Sjoerd was hier was de eerste in deze podcast. Of hij wel al of zijn jingles had. Met zijn petje op. Met zijn petje op. Gitaar had hij niet bij zich, maar hij was in de studio. Hij is een hele goede muzikant ook. Ja, en hij maakte toch die jingle van Van Inkel. Kleding moet ik aan vandaag? Ja, zo, dat was de eerste jingle. Ja. Serieuze jingle. Zie je? Heb ik goed ontdekt. De 50ste mono heb ik een fragmentje van. Goedenavond, dit is Radio Veronica via de zender Hilversum 2, 402 meter, 747 kilohertz. En we hebben het al gezegd vanmiddag, 50 keer mono, een klein feestje waard. Dus we gaan de champagne erbij opentrekken. Hoop mensen zijn er, ja, bijna glazen gerinkeld, want je hebt hier alleen maar van die kleine bekertjes. En daar gaat hopelijk de champagnekurk dan af voor deze 50ste keer mono. 1, 2, Nee, nog niet. Ik heb het wel eens beter gedaan, maar... Oh, ja. Ad, het lukt niet. Oh. Ad. Help. Doorduwen. Hoe dan? Gewoon doorduwen. Met je duimpjes. Duimpje eronder. Gaat het? Lukt niet? Is dat erg? Sla de hals eraf. Hij gaat er wel uit, hoor. Ja, dan gaat hij knallen en... Oh, komt-ie. Hij komt. Ja, lieve luisteraars, hij nog komt. Even een ogenblikje geduld. Catherine zegt op de radio. Oh, en daar is hem. Helemaal eroverheen. Oh. Champagne voor de 50ste keer. Mona.
Here comes Veronica's mono again. Ik ken hem. Ja, Fortunes hebben het speciaal ingezongen. Ja, mooi. Perfect. En deze uiteraard. De monotones. Ja, de monotones. Alles is meteen nat. Alles kleeft een beetje meteen. Maar dat is de oude. Ja, Adriaan. Ja, dat deed ik met Adje Bouwman. Mono, dat wij zijn nog steeds bevriend. En dat is altijd feest met die man. Altijd chaos. We hebben laatst nog eens met z'n tweeën een soort lokale radio-uitzending gedaan vanuit Nunspeet. Dat was op een speciaal verzoek van iemand. Die had een FM-zender geregeld, een evenementenzender. En of we dan even daar een uitzending van 2 uur vandaan wilden maken. Met Ad erbij als techneut. Nou, dat was weer als van ouds. Ik heb nog een promotje van je. Die heb je samen met Annette van Tricht gemaakt over Kaunan Café. Oké. Ja. Vanavond tussen 10 en 12, rechtstreeks vanuit de Kompasroos in Huizen, Countdown Café. Met onder andere als gasten Johnny Manuhutu van Masada, een live optreden van Ferdinand C, het debuut van de week de groep Thought uit Rotterdam en tot besluit een half uur live muziek van de Frank Boeien groep. Vanuit de Kompasroos in Huizen, Café. Grappig. Weet je niet meer? Ja, nee, dat weet ik echt niet meer. Nee, maar ja, goed, dat was iedere week natuurlijk dat we... Ja, dat was een promotje. Veronica natuurlijk was het grote verschil met de rest. De Tros deed het wel een beetje met promootjes en zo. Maar over het algemeen, bij al die omroepen werkte dat ook allemaal niet samen, hè? Dus als de ene afdeling programma's, je gaat toch geen reclame maken voor je concurrent. Zo werd het ook een beetje gezien. Dus ook voor die televisieprogramma's werd eigenlijk door die omroepen bijna nooit op de radio reclame gemaakt. Wij begonnen dan mee van woensdagavond, Veronica, Countdown, of weet ik veel, of Starsky & Hutch, noem het maar op. Wij deden dat allemaal. Al die cross-promoties aan alle kanten. Ja, dat kwam natuurlijk. Dat was ook. Daar schrokken ze van. Van we waren lawaaischoppers en zo. Ja. Ik heb ook technici meegemaakt van het NOB. Die gewoon eigenlijk niet met ons wilden werken, hoor. Ik heb er wel eens eentje weg moeten sturen, zelfs. Die was ook lam, hoor. Dat moet ik ook bij zeggen. Midden op de dag was toch niet verstandig. Oh, nee, precies. Nee, maar echt, joh? Ja. Die vonden het maar helemaal kut wat Veronica deed. Ja. En die vonden het natuurlijk, en dat vonden die andere omroepen ook. Wij waren natuurlijk toch, Rob Oud riep openlijk dat wij de bijl aan de wortels van het omroepenstel waren. Ja, ik heb dat altijd vrij letterlijk genomen, hoor. Ik vond het wel leuk. Erik was af en toe de bijl. Nou, zeker. Met 538 kan ik zeggen dat ik goed doorgeslagen heb. Absoluut. Maar goed, we zitten even weer... Waar is dat nog, dat Hilversum 3? Bestaat het nog? Bestaat het, ja, inderdaad. Ja. Het zet nog uit, maar dat is alles. Dat is mooi, hè? Ja. Kijk, inderdaad, de promo's... meer zendtijd op Hilversum 3 en je bent ook tv gaan doen. Ja, maar dat was al meteen in 1981. Heb ik niet goed opgelet. Ik had eerder een vast televisieprogramma dan een vast radioprogramma. Ik deed Hilversum 4, was vast dan. Maar op Hilversum 3 moest ik nog wachten tot 82, tot de B-status. En toen deed ik al Nederland Muziekland. Dat begon als een... Het was ergens in december was het. Dat was een televisieprogramma, dat was bedacht door Bert van der Veer. Hè? Staat iemand voor de deur? Staat iemand voor de deur, ja. Bert van der Veer met de pijp. Oh, ja. En die was regisseur, die had bedacht Veronica Vandaag. Over nieuwe trends in de mode, nieuwe trends in de muziek. En die vroegen mij of ik dat buitenbeeld als een disjockey eigenlijk wilde aankondigen. Al die verschillende dingen, die onderdelen. En ik zei, nou, het is prima, het lijkt me hartstikke leuk om dat te doen. Ik kwam uit de Flora Discotheek in Amsterdam. Dat werd later de IT. En er was nog een oude bioscoop. Heette de Flora omdat het een Disney-bioscoop was. En... Dus ik was daarvoor gevraagd en voorbereid en zo. Dat ging nog weken van tevoren toen voor zo'n televisieprogramma. En toen 2 weken voor die uitzending, toen werd Bert van der Veer door Rob Oud ontslagen. Omdat hij iets met een commercieel dingetje met Van Gils pakken of zoiets had gedaan. Dus hij werd eruit gepleurd. En ook de producer werd eraf gehaald. Paul Boots werd regisseur. En Paul Boots die vond het hele idee wel grappig. Dus die hield in grote lijnen wel in stand. Maar die dacht, dit wordt gewoon een muziekprogramma. En die zei, wat nou buiten beeld? Jij gaat in beeld. En zo stond ik in beeld met mijn koptelefoon op een stellage... Waar ook het licht is. Van grappig, toen stond ik naast die jongens van het licht van het NOB. Ja. Die waren eigenlijk ook net begonnen in 1980. En ik heb nog steeds contact met die gasten. Dat is leuk. Dat is echt heel grappig. Dat is echt Jos Klein onder andere. Die stonden er naast mij. En Henk van der Lely, die was hoofdlichttechnicus en zo. Nou, die hebben allemaal hun sporen ruim verdiend in de televisiewereld. En ik stond er met een koptelefoon op. Want dat moest wel een beetje een radio-uitstraling hebben. En dan stond ik zo die artiesten aan te kondigen die daar optraden. Dus dat was je eerste tv? In januari, toen kwam Hans Mond eigenlijk, die zei van... ja, maar dit is toch hartstikke leuk. En dan moeten we het helemaal niet Veronica Vandaag noemen. We moeten het gewoon Nederland Muziekland noemen.
komen. En dan doen we het gewoon met het beste van Nederlandse artiesten. En er zat, maar er zat altijd alles in. Peter Koelewijn, de Golden Earring. Koos Alberts ook net zo makkelijk. André Hazes is er groot door geworden. Ja. In de Flora. Daar had hij zijn eerste comeback eigenlijk wel met... ik zit hier stil alleen. Nee, dat was de eerste hit natuurlijk. Eenzame kerst. En toen kwam hij daarna met het album waar onder andere In een discotheek zat ik van de week. En dat soort dingen. En een beetje verliefd. En toen gingen we ook, dat was zo'n succes, want dat trok gewoon 5 miljoen kijkers iedere keer als we uitzonden. Behalve als de voetbal op de andere kant was. En in de zomer gingen we dan ook op locatie uitzenden. Dus ik weet nog wel dat we die zomer een uitzending hadden vanuit Bunschoten Spakenburg. Dat was de allereerste keer dat de Dijk ook op televisie te zien was. En de Frank Boeijengroep. En echt al dat soort bands, dat hadden we allemaal. Die hebben wel een groot deel van hun bekendheid aan die tijd. En aan Nederland Muziekland denk ik ook wel te danken. Aan Veronica. Nog even een fotootje van Nederland Muziekland. Volgens mij Benny Joling zien we. Ja. En Gert en Emien. Ja. Dat is inderdaad. Kijk dan, heb een leren broek aan. Oh. Ik denk, dat is al wat later, denk ik. Ja, dat is al ietsje verderop, inderdaad. Ja. En, Het grappige is natuurlijk wel dat als je dus een televisieuitzending in de jaren 80 deed, dan gebeurde er wat. Ja. Dus als wij ergens kwamen, het hele dorp liep uit. Dus bij zo'n uitzending kwamen 10, 20.000 mensen kijken. Prachtig. En dan hadden we ook 3 dagen. Maandag was het opbouw, op dinsdag begonnen de repetities. En dan was het woensdag na de middag nog een generale repetitie of wat kleine dingetjes. En dan s'avonds live op de antenne. Wow. Nou, vanavond, dat is dan, het hangt vanaf wanneer je dit afluistert. Maar ik vind het wel grappig dat vanavond toevallig iemand vertelde me dat. Is het muziekfeest op het plein in Houten met Jan Smit bij de Tros. Maar het is de tent van Nederland Muziekland. Nog steeds? Ja? Dus die bestaat nog steeds? Jeetje. Ontworpen ooit door Geert Popma. Wanneer is hij voor het eerst ingezet? Weet je dat nog? Ik denk dat, dat duurde even. Want Geert Popma was toen regisseur. En ik denk dat in 83 of zo was. Dus dat ding is ook gewoon 40 jaar oud. Dat is ook al op het museum waardig. Ja, zeker. Maar inderdaad. Ja. Bart en Zwart had je het net al over. Tenminste, zo werd het genoemd. Want het is eigenlijk een beetje toevallig dan ontstaan. Omdat je jij dit 1,5 uur en Bart dit 1,5 uur. Dat klopt. Even een promotje van Bart en Zwart. Als ik Bart en de Zwart hoor, ben ik niet meer te stoppen. Ik moet altijd oppassen dat ik niet ga graaien. Bart en de Zwart oefenen op mij een grote aantrekkingskracht uit. Bart en de Zwart zijn altijd... Oké. Met een beetje hapering. Maar... was volgens mij een beetje een variant op een commercial, op een reclame van Duivens of zo. Nootje van... Toen was het nog in de zees in de tijd, dat weet ook niemand. Maar Verkoot en de Bie, die deden gewoon drumreclame. Voor drumcheck. Links draaien, rechts draaien, drum draaien. En gewoon stemmetjes opdoen en dan niemand weet wie het is. Nee, maar al die reclame stemmen natuurlijk uit de zeezendertijd. Dat waren over het algemeen gewoon gewaardeerde collega's van de publieke omroep. Jos Brink. Oh ja. Palmal Export. Ja. U geniet zoveel meer. Palmal Export. Wereldbekend aroma. Oh, prachtig. Ja. Peter Stuyvesant. De wereld van Peter Stuyvesant. Dat was allemaal Jos Brink. Prachtig. Ja. En nu sigarettenreclame, dat is helemaal... Nee, dat kan helemaal niet meer natuurlijk. Ik denk dat dit later was, maar dit was zeg maar het begin van jullie programma. Want op een gegeven moment hebben jullie Philip Bloemendaal stem erbij gehaald. Dat is later hoor, dit is tweede helft jaren 80. Laten we hem gewoon eventjes... Op vrijdag 29 mei was het weer zover. Het populaire duo Bart en de Zwart zorgde voor consternatie op het terrein van de Nederlandse Omroepstichting. Honderden bloemenmeisjes probeerden, niet tegenstaande het feit dat ze niet in het bezit waren van een geldig toegangsbewijs, de slagbomen bij de portiersloge te barricaderen. Om zich zo, gewapend met duizenden fleurige bloemen, op het populaire duo te storten. Ondanks het moedige optreden van de beveiligingsbeambten, bijgestaan door de Hilversumse politie... Nee, ik doe mijn klep niet open.
lukte het enkele oververhitte dames de microfoon van de Radio 3-studio te bereiken. Waar ze niet onder stoelen of banken staken wat ze van het olijke tweetal vonden. Prima! Het einde. Te goed, te gek. Nee jongen, dat kan ik niet. Daar word ik helemaal nerveus van. Eén ding staat vast. Ook deze uitzending zal in het hart van velen bewaard blijven. Ja, dat was grappig. Daar was Bart altijd heel druk mee. Hij kon die stem van Philip Bloemendaal altijd prachtig nadoen. Ja, perfect. En iedere keer kwamen er altijd duizenden bloemenmeisjes kwamen erbij. maar dit was de periode dat we... Toen was ik al even weg geweest naar de Tros, was ik alweer terug. En ik hoorde het aan de jingles, want dit zijn de jingles waar Angela Groothuis inzingt. En toen zaten we van 12 tot 3 op vrijdagmiddag. En dat deden jullie wel samen? Of ja, dat deden we allemaal samen. Dat deed je ook echt. Ja, oké, dus dat was een stap verder. Ja. Dan gaan we toch even een stapje terug. Maar hoe deed je dat dan, zeg maar, toen? Echt anderhalf uur? Ja, ik begon gewoon om 7 uur. En dan kwam Bart, die kwam meestal om 7:30 of zo. Kwam niet binnen. En dan namen we even de week door, zullen we zeggen. En dan kreeg je soms even wat gesprekjes met z'n tweeën. En dat werd wat meer in de richting van 8:30. En dan bleef ik nog wat langer hangen tot 9:15. En dan ging ik weg. En het was alleen maar eigenlijk omdat er geen nieuws en geen reclame tussen zat. Nee. Dus daardoor was het net als eigenlijk of dat je gewoon een normale overgang van één programma naar een ander eigenlijk. Ja, precies. En dan jingeltje en dan wisselen. Ja, klaar. Oké. Dus dat was in die periode. En dan had je in 1984 nog het feest van Veronica, want ze bestonden 25 jaar. Heb ik nog een hele documentaire serie voor ingesproken. Nou, laat ik dat is een beetje het laatste wat ik gedaan heb voordat ik naar de Tros ging. Laat ik daar nog net iets van hebben. De hele dag, ja, als bij Radio Veronica. Radio Veronica. Veronica. April 1984. 25 jaar Veronica. Daarom 5 weken lang het Veronica-avontuur. Goedemiddag en dit is alweer de tweede aflevering van het Veronica-avontuur, getiteld Hits uit Zee. Kort na zijn aanstelling als programmaleider bij Radio Veronica gaat Willem van Kooten, Joost de Draaier, in 1964 naar Amerika om te horen en te zien hoe daar commerciële radio wordt gemaakt. Hij kijkt en luistert in New York, Los Angeles, San Francisco en Las Vegas. Boordevol ideeën komt hij terug naar Nederland. Hij weet nu hoe hitradio moet klinken. De hele dag shows van 2 uur of meer, met hits van die week gepresenteerd door 1 discjockey. Hij wil ook t-shirts laten maken met Radio Veronica voorop. En hij wil een gedrukt blaadje uitgeven met een overzicht van de hitparade. Geen voorlopig Nederlands platenelftal, maar een hitparade. Samengesteld uit de telefonische opgave van een aantal platenhandelaren. En zoals hij het zelf zegt, met een goede neus en een natte vinger. De Veronica Top 40. Daar is hij. Ja. En dit was 4 delen, geloof ik, hè? Nee, 5 delen. Of 5. Oh. Ja, Lex vond het wel leuk natuurlijk, want ik was daarmee bezig. En ondertussen was ik al aan het lullen met John de Mol over mijn overstap naar de Tros. Dus dat was een beetje raar, inderdaad. Dat mijn afscheid was ook meteen de geschiedenis van Veronica. Ja, inderdaad. Daar gaan we zo eventjes naar terug. Ik heb even een vraagje. Wat is dit? Romeo Victor, staande bij de technische tokkel. Dat was een programma op Hilversum 2. En dat werd door Lady Mispoes werd dat gepresenteerd. Het was een idee van Jan Morriën. Die deed ook de redactie van het programma. En dat was bedoeld een uurtje lang. Of 3 kwartier of zo. Ik weet niet hoe lang het duurde. Maar het was bedoeld voor de opkomst van al die amateurzenders. De 27 MC-band werd vrijgegeven. En dit was een soort van begeleidingsprogramma eigenlijk. Om dat een beetje voorlichting over te geven. Wat je er allemaal mee kon doen met die 27 MC-bakkies. En er waren natuurlijk ook van die gasten die met bijna een kilowatt in hun auto rondreden. En die konden nu natuurlijk bijna door heel. Nou ja, dat kon natuurlijk niet fysiek. Maar dat ze wel in ieder geval een enorm bereik hadden. Maar dat was met name natuurlijk bij de vrachtwagenchauffeurs. Was dat toen uit Amerika komen overwaaien. Dat werd er dan uiteindelijk in Nederland ook toegestaan. Dat duurde natuurlijk ook wel weer even. En dan konden ze, als ze bij elkaar in de buurt waren, konden ze met dat bakkie met elkaar lullen. En daar was dit eigenlijk een soort van een voorlichtingsprogrammaatje voor. Het heeft een jaar heeft dat gelopen. Infantij, oké. Dus iedereen had ook een bijnaam. En daarom heette dat meisje die dat presenteerde Lady Mispoes. Dat was dan een grapje van Jan. Maar het was Annette.
Nee. Ik weet niet meer hoe ze heette. Nee, was een ander meisje. Maar ik heb het ook vaak gedaan. Ik heb al die programma's toen gedaan op Hilversum 2. Ja. Tot en met het nieuwsprogramma wat we hadden, Inforadio. Ja, ik was de enige die blijkbaar een dusdanige... Bart kon het trouwens ook, hoor. Die had ook echt wel zo'n... Die kon je echt overal inzetten ook. Ja, precies. En wat nog meer? Wat voor programma's op Hilversum 2? Veronica Sport. Met Veronica Sport. Lucht, had je, van 7 tot 8. En John Hane, helaas, die is niet meer. Die was daar de eindredacteur van. En dat was het wel volgens mij. We hebben niet zo heel veel verschillende andere dingen gedaan daar. Nee. En je had de grote verwarring, had je? Ja, maar dat was later pas. Ja? En dat was volgens mij een programma wat Ton Lathouwers maakte. Ah, precies. Ja. Dus dan zitten we alweer... Ja. Dat was, een beetje rond 1989 met de opkomst van de satelliet televisie. En toen kwam dat allemaal een beetje. En toen wilden we natuurlijk als Veronica verder kijken dan de neus lang was. En toen kreeg je de grote verwarring was een beetje over de ontwikkelingen op het gebied van de media. En in 1989 zaten we er echt middenin. Hè. We kregen Nederland 3 erbij. En we kregen RTL, we kregen Filmnet, noem het maar op allemaal. Dus kwam er een beweging in die markt. Bol, en ja. De radio bleef maar stilstaan. Ja. Want we moesten natuurlijk, weliswaar wel commerciële radio werd toegestaan in 1989. Toen kreeg je dus via allerlei moeilijke constructies. In eerste instantie niet. Radio 10 zond uit via een zender in Milaan. En doordat het op de satelliet zat, werd het dan toegelaten op de kabel. Sky Radio had een kabelnet waar het uitgezonden werd in Engeland. Ja. Maar TV10 en het station van Willem Verkoten en Tom Mulder. Hoe heette dat ook alweer? Cable One. Die werden niet toegelaten. Nee. Belachelijk. Ja, raar, hè? We hebben gewoon wat dat betreft de media ook nog eens een keer aan het buitenland gegeven. Aan RTL. Hoezo? Dat gewoon Nederlands kunnen zijn. Ja, inderdaad, ja. Dat was meneer Brinkman. Maar dat was wel dezelfde ambtenaar die er zat. Dat was Harry. Weer nog steeds? Hij is door Medi van der Laan is die ontslagen. en terecht. Harry maakte het allemaal uit. Juist. Op het ministerie. Oké, ja, je ging dus 1984, je had net die documentaire gemaakt, toen ging je naar de Tros. Ja. Een jingeltje even. Erik de Zwart is de Tros. Oké. Nou ja. Ik heb niet de mooie gepakt, helaas. Nee, want die kon ik niet vinden. De prachtige, het pakket van de Tros, wat de winning score was het volgens mij. Ja, die had de winning score. En volgens mij zat ik met... Nee, ik zat Radio Express toen die tijd. Radio Express, ja. Radio Express. Ja. Prachtige jingles. Ja. Alleen al daarom wilde ik bij de Tros ook gewerkt hebben. Ja? Ja, de winning score vind ik echt een van de allermooiste pakketten ooit gemaakt. Radio Express, prachtige follow-up. Er zit natuurlijk, dat is een soort filmisch verhaal eigenlijk, wat je dan vertelt. En dat heb ik altijd een leuke vorm gevonden. Want daarom heb ik ook altijd bij de top 40 altijd die filmmuziek gebruikt. Als filmer, als fillertjes en zo. Om een stukje, ja, je kan er prachtige accenten mee leggen eigenlijk. En ook een stukje emotie in een verhaaltje wat eigenlijk misschien saai is. Maar door die muziekjes kan je het allemaal wat meer tot leven laten komen. En wordt het een voorstelling. Dat vond ik altijd erg leuk eraan. En dat vond ik bij die Tros-jingles. Ja, die waren gewoon goed. Hé, hey, het is weer donderdag. Ja, fantastisch. Helaas heb ik ze niet, maar goed. Ja, dat mag ook niet. Dat is heiligschennis in deze studio. Ja, in deze studio mag het inderdaad. Dus het was al... Hij protesteerde net al met deze dingen, maar goed. Je zat dus bij de Tros. Hoe lang heb je uiteindelijk bij de Tros gezeten? 2 jaar. Ja? Ja. 2 jaartjes? Ja. En het was bijzonder leuk. Want ik werd ik ging uiteindelijk voor het televisieprogramma ging ik over voor Tros Popformule. Ja. En dat gingen we maken. En dat vond ik het wel het interessante in München. Ik moest iedere week naar München, naar het Bavaria Atelier. Dat is zeg maar een beetje het Hollywood van Duitsland. Mm-hmm. Daar werden grote speelfilms daar gedraaid. Zoals de Unendliche Geschichte. Die kennen we natuurlijk beter als The Neverending Story. Ja. Maar ook Das Boot. Die is daar helemaal gemaakt. Er stonden ook allemaal maquettes van de verschillende onderzeeboten die gebruikt hadden voor het verfilmen. Ze bouwden iedere week daar een complete set voor de artiesten die opkwamen treden. Wow. En dat was echt wel de moeite waard. En alle grote artiesten, want Duitse televisie, ja, hallo. Ja. 10 keer zo groot als de Nederlandse televisie. Dus die artiesten die wilden wel komen. En ik heb ze allemaal daar gewoon ook weer een handje gegeven. Of het nou Countdown was of Tros Popformule. Ze kwamen wel, hoor. Ze kwamen allemaal wel. Ja, ja, en we hadden natuurlijk een voorsprong met Nena en... En ik heb vergeten, Modern Talking. Ja, inderdaad. Dus dat was toen, in die tijd dat jij begon dat Modern Talking ook... Want het is ook 24.
84 ja, training geweest. Ja, toen was dat. Toen, die had ik in de studio bij het Rossport Formule. Maar ik vond het mooiste nog dat toen ik daar kwam werken, toen zei Hugo van Gelderen meteen, dan doe ik een stapje opzij. En toen kreeg ik zijn uren van 9 tot 11 op Hilversum 3. En dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. En later samen met Ferry de top 50 gedaan. Wow. En ook nog de nationale hitparade. Leuke dingen. Ja, zeker weten. Leuke tijd. Sowieso, ik kon heel goed overweg met Tom en met Ferry en met Hugo. En met Adje Roland ook nog steeds trouwens. Die kom ik nog regelmatig tegen. Ja, prachtig. En had je nog contact met Veronica-collega's in die tijd? Tuurlijk. Ja, want het was nog steeds. Kijk, er was natuurlijk. Adam Curry werd mijn opvolger bij Countdown. En die was natuurlijk net even weer wat jonger. En die had die wilde manen en zo. Dus die was binnen no time was die wereldberoemd in Nederland. Ja. En Jeroen van Inkel, die kon daar eigenlijk doordat ik wegging een spurt naar voren maken. Dus die kreeg mijn programma op vrijdagavond van 7 tot 8:30. En toen zat eerst Bart daar nog een tijdje. En daarna werd dat dan vervangen door Adam Curry. En toen werd het Curry van Inkel. Het begin daarvan. Ja, precies. Eigenlijk dezelfde school, dezelfde leest eigenlijk geschoeid. En we kwamen elkaar altijd wel tegen. Ik kwam Jeroen altijd tegen als ik aan het monteren was in het muziekpaviljoen. Zo kwam je eigenlijk je mede-omroepcollega's tegen. Ja. En in de kroeg wilde je nog wel eens ook wel eens iemand tegenkomen. Uiteindelijk heb ik Kees Schilperot ook gewoon uit de kroeg gevist, hoor. Die kwam ook altijd bij de jonge Graaf van Buren. En wij zaten daar iedere vrijdagavond. Lex en ik en nog wat anderen. En dan zaten we daar een steekje te eten of een biefstukje of wat dan ook. En wat te drinken. En Kees die zat daar vrijwel echt iedere week aan de bar. En zo is ook een beetje het contact ontstaan. Dat ik op een gegeven moment, hij was gepensioneerd. En ik zeg, heb je nog zin in een snabbel dan? Ja, dat had hij wel. En zo heb ik hem gevraagd of toen wij uit die zenduitreding voor de B-status kregen. En toen moest ik het programma van Lex invullen van 12 tot 2 s'nachts. En toen had ik zoiets, ja, laat ik dan toch ook iets doen met nog iets grappigs erbij of wat dan ook. Toch iets meer dan alleen maar plaatjes draaien. En zo is het idee voor eerst raden maar. Dat mochten we officieel van de KRO gebruiken. En een jaartje zeiden ze, nee, dat willen we niet meer. Oh, ja. En toen zei Kees zelf van, nou, dan doen we het met stemmen. Stem op de band, stemband. Nou, de stemband. Huppatee. Inderdaad. Radio Veronica introduceert in de nacht van 7 op 8 oktober een nieuw radiospel. Is het er soms één van de shorts? De stemband. U als luisteraar moet raden welke stem op de band staat. Oh nee, het is Ron Brandstede. En we beginnen, net als bij Rademaar, met 100 gulden in kas. Het is Adele Bloemendaal. Iedereen kan meedoen met de stemband. Stuur een kaartje met daarop uw naam, adres en telefoonnummer naar Radio Veronica, ter attentie van de stemband. Postbus 1234 in Hilversum. Postcode 1200 BE. Is het zoals die Bamberger? En voor de mensen die zich hadden opgegeven voor Rademaar, die kaartjes doen ook gewoon mee. Veronica. Ja. En dan altijd tot 2 minuten voor 2, als het afgelopen was, dan zei ik altijd tegen Kees van, Kees, roep jij nog eventjes hoe de mensen mee kunnen doen? En dan was hij toch af en toe het postbusnummer vergeten. Oh, en dan zat hij echt om twee, ja? Ja. Nou, Kees die was goed afgericht. Die moest 6 rondes spelen. En om 14:15 was het eigenlijk wel klaar. Toen stond hij al met zijn jas aan. Eigenlijk wilde hij weg. Nee, dat mocht niet. Hij moest tot het laatste moment voor mij blijven. En dan had hij natuurlijk al een slokje op. En dan was het moeilijker om postbus 1, 2, 3, 4 te onthouden. Mooi, hè? Ik heb even een stukje stemband. Wel van iets later, van 92 in dit geval. Hearted off, that was the night. Moody Blues, hè? Ja, de Moody Blues, ja, inderdaad. Ja. Days of Future Past. Prachtig intro, dit. En als dat filmpje zit, daar hou ik van. Dat vind ik leuk. Ja. Ik neem je mee op reis. Krekeltjes mogen wel iets zachter zeggen. Ja. Maar niet zo echt op. Cold-hearted orb that rules the night, remove the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Het hart van de Nederlandse radio. Dit is Veronica.
The Crusaders en Randy Crawford met Streetlife. Goedemorgen luisteraars, welkom bij Radio Veronica via de zenders Radio 1 en Radio 2. Wij zijn hier tot hedenochtend 7 uur met straks tussen 5 en 7 Michael Pilarczyk met ook goedemorgen tussen 2 en 5 Wessel van Diepen en Gijs Staverman met Over de Nacht en tussen 12 en 2 als vanouds Kees Schilperoort en Erik de Zwart met De Stemband. Kees, goedenavond. Goedenavond, Thierry. We hoorden het straks al eventjes op Radio 3. Alfred die begon er al over. We hebben een roerig weekje achter de rug natuurlijk. Ja, dat mogen we wel zeggen. Wij als stembandelaren, en vooral jij natuurlijk. Wij waren uitgebreid te zien in het programma Medialand van de AVRO. Nou, maar jij mocht er ook wezen, vond ik. En Pim. Dat was jouw... Nou Pim, inderdaad. Het is dat je erover begint. Dames en heren, stelt u zich voor. Er zijn niet zoveel mensen die naar het programma gekeken hebben. Ongeveer, niet zoveel. Je zou ze een biertje moeten geven. 500.000. Die hebben dat programma gezien. Ze hebben het niet gewaardeerd, want dat zag ik niet in ieder geval. Maar ik vind... Dat was dan een item. Het was een jonge man die wil beroemd worden. En die volgde Kees Schilperoort. En die vroeg aan Kees Schilperoort hoe hij dan beroemde radiopresentator moest worden. Nou, op zich een hele eer natuurlijk dat ze dat vragen. Ja. En er werden ook wat opnames gemaakt. En die werden dan ook uitgezonden afgelopen donderdag. Hoe het programma dan tot stand komt. Hoe dat gezellige sfeertje, dat fijne, dat knussen wat wij proberen iedere week op u over te brengen. Hoe dat dan ook gedaan wordt. En nou vond ik het inderdaad opvallend. Eigenlijk wil ik Pim ridderen, zou je kunnen zeggen, vanavond. Ja, ik heb geen strikje bij me, maar anders dan. Het is echt, ik vind dat hij de trofee moet krijgen. Onopvallend, opvallend in beeld komen. Ja, maar dat kan niet. Jongen, ik vond het knap. Ik vond het geweldig, hoor. En iedere keer waar je ook keek, hup, daar was hij weer. De licht ging open. Wie kwam er het eerst uit? Pim. Wie zat te klepzeiken, ouwe hoeren met Kees? Pim. Ja, ongelooflijk. Maar hij heeft het goed gedaan. Ja, absoluut. Ja, we doen het nog eens met hem. En toen zat ik te denken, Medialand, ik heb dat... Albert Verlinde, volgens mij. Ja, die zit er ook bij, en met die poppen inderdaad. Jeroen van der Boom? Nee, dat was daarvoor. Nee, we zitten echt... Ik zat, want ik heb natuurlijk heel lang geleden mijn videobandjes gedigitaliseerd. Ik heb dat destijds opgenomen. Och, echt waar? Ja, en... Het item met Kees, dat gaan we nu even naar kijken. Oh, dat wil ik wel eens even zien. Ik heb het nooit gezien. Heb je het nooit gezien? Nooit meer teruggezien in ieder geval. Oké. Dus vind ik wel grappig. Meneer Schilperoort. Goedenavond. Dat ik u eindelijk mag ontmoeten. Nou, het genoeg is geheel aan mijn zijde. Kom binnen. Dank u. Zo. Ja, ik dacht u komt langs. Dat is Schilperoort. Ja. Hij woonde vlakbij Lapershoek, om de hoek woonde hij. Oh joh. Daar staat de camera aan. Het hotel. Oh ja. Ja. Zullen wij maar? Ja. Dan zullen we eens even kijken wat we gaan doen. Ja, wie is hij ook alweer? Lekker koffie. Lekker. Geen idee meer. Roomboter. Kakelvers. Ben ik gek op? Ja, nou. Er staan er nog meer. Je mag hem leeg eten. Ik heb wel een paar keer verjaardag gevierd daar in die... Die woonkamer, dus je in de woonkamer, ja. Met Lien toen, leefde zijn vrouw nog, Lien. En daar is wel wat gedronken daar in die kamer. Dat is het eenvoudigste beroep wat er is. Ja. Ja, dat vind ik wel. Kijk, voor andere dingen moet je zoveel weten en kunnen, hè? Maar wat is nou presentator? Je moet gewoon zeggen wat er komt. Dat kan iedereen, denk ik dan. Kijk, bij de radio, daar ga je zitten. Zoals wij hier nu zitten. En je praat gewoon. Maar bij de tv, waar moet je niet op letten? Wat moet ik aandoen? Welk kostuum moet ik dragen? Je moet geschminkt worden. Je moet weten hoe je moet kijken. Maar, dat doe je voor de radio. Dan ga je zitten en je kletst er net weg. Is het Veronica-gedag? Dit is het Veronica-gedag. Oh. Prachtig gedag. Oh, waar zou ik hier willen zijn? Lapersveld. Ja, nou, dat is hem. Gaat in van vullen. Ja. We zijn er. Ja. Kijk, daar komt Pim. Ach. Goed, wil die meneer echt radiopresentator worden? Ja. Jij bent echt. Ja. En ook de televisie. Ja. Hey, bye. Patrick. Wat was het? Bartje nog. Wat maakt Kees Graaf van presentator? Dit is wel weliswaar radio, maar... Kees is natuurlijk ook wereldberoemd in Nederland geweest als televisiester van Het Gulden Schot. Ik weet dat ik daar nog op zaterdagavond voorop mag blijven en zo. En dan die camera met dat kruisje zo en dan stop, nee, ho, nee, iets naar boven, iets naar links. Het is denk ik omdat Kees in staat is om heel goed met mensen om te gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat komt op een hele natuurlijke wijze komt dat over. Heb jij nog tips voor mij? Wat moet je nou niet?
Ik zou beginnen met het Colbert uit te trekken. Want is niet goed? Dat schreeuwt in beeld. Oh. Laat maar even zien. Dat is dat gaat trillen op het scherm. Dat is helemaal niks. Nee, dat zou ik gewoon niet doen. Nou, dan blijft er iets zwarts onder. Je moet iets voor ons. Gewoon leuk blouseje of zo. Dat scheelt. Een beetje bloemen. Misschien andere kapper. 12-2 als vanouds hebben we Kees Schilperoort en Erik de Zwart hier weer plaatsgenomen voor de microfoon van Veronica. Pim Pluimvee er ook weer bij. En natuurlijk Patrick is er ook weer bij. En Kees is weer hersteld na een weekje van korte ziekte. 100 gulden erbij in kas. U hoort ze rammelen. 400 gulden in kas bij de volgende ronde van de stemband. Nou, dan gaan we weer, Kees. Oh, wat zijn wij heiden blij. Hier is Kees Keus. Ja. En ja. Ik heb al een paar dagen zitten denken. Ja, welke stapel cd's zal ik nu eens nemen om een keus te maken? En toen kwam ik er één tegen en toen dacht ik, nou, daar doe ik zoveel mensen, en vooral ook de oudere mensen, zo'n groot plezier mee. En u hoort Heintje met Mama. De Keeskeuze werd altijd door Pim bepaald. Ik ben toch een hoop voor leren van mensen als Kees Schilperoort. Hij zit daar boven nog te werken. Hij gaat door tot 2 uur. En ik... is nog 1 uur. Wat voor de moeder en mijn moeder. Ik moet naar huis. Dag. Dat? Ja, heel grappig. Ja. Er staat mij inderdaad wel iets bij. Maar echt zo'n jongen die dan echt gewoon afgezekerd wordt bij zijn eigen programma. God. Ik was ook wel de meest tactische altijd. Dit was deel 1 van de podcast VOO Studio 3 met Erik de Zwart. Aan deze podcast werkte mee Erik de Zwart, Joris Strootman, Jesse Strootman, Jeroen van Inkel, Jan Hogestein, Jules Gelijk van de Stichting Noordenij, het genootschap Jingles & Tunes en Dennis van Bentum.